Nou, we staan hier bij de Gaardkustplas. En de gemeente Barendrecht wou een grote nieuwbouwwijk en die wou daar een recreatieplas bij aanleggen. En er was behoefte aan waterberging. Als je zo'n nieuwbouwwijk aanlegt, maak je het allemaal heel erg verhard. Als het nou hard regent, kan het water niet meer de grond in. En zo'n plas is natuurlijk een ideale plek om het water vast te houden en naartoe te laten gaan. Nou, ondanks de mooie plannen die we gemaakt hebben en dat we overal dachten rekening mee te houden, ontstonden er toch problemen met blauwalgen. Die zijn in het verleden best wel groot geweest en deze hebben we opgelost door meer water in te laten. Nou, het dilemma waar je mee zit is dat je probeert zo goed mogelijk een watersysteem in te richten. De maatregelen te nemen waarvan jij denkt dat ze goed zijn voor de waterkwaliteit. En dat er toch nog problemen optreden met bijvoorbeeld blauwalgen. Ja, denk je dat je alles onder controle hebt en dan toch zijn er altijd weer organismen die opkomen waar je geen rekening mee gehouden hebt. En dat kan ook een gevolg zijn van bijvoorbeeld klimaatverandering. Doordat het steeds warmer wordt, zien we ook dat het moeilijker wordt om de waterkwaliteit goed te houden. En we zijn het landelijk met de verschillende waterschappen en ook de overkoepelende organisatie, de STOA, bezig om te kijken van waar treden nou het probleem op. En we zijn continu bezig om modellen te maken die kijken als we het beter kunnen voorspellen. Wat is nou het effect van klimaatverandering? Wat is het effect van voedingsstoffen in het water? Wat is het effect als je wel meer of minder gaat doorspoelen? Dus door samen te werken met waterschappen, samenwerken met universiteiten, proberen we grip te krijgen op hoe werkt zo'n ecosysteem. Nee, het werk is nooit af. Je blijft je kennis opdoen, je blijft modellen ontwikkelen. Voor een betere voorspelling om te kijken van hoe je waterkwaliteit goed kunt krijgen.